Goedemorgen. Ontbeten hebben we. Een envelop. Mijn camera wordt inmiddels bijgesteld. Dank je. Schijnbaar zat ik een beetje buiten beeld of zo. De stickers. Het nadeel van goedkope stickers, en ik denk dat je dat nu wel kan zien. Zo, en nu even laten drogen, want anders de lijm de kans gegeven om een beetje te samen te koeken. Dit is mijn camera. Mijn microfoonplug gaat hierin. Kabeltje, kabelbundel. En komt dan, kan je het niet zien, dat is deze. Die gaat hier weer op een stekker. Zo, dat is mijn voeding, die zit er dus ook bij. Zie je? Dit is microfoondraad. Die gaat dus naar de microfoon. En die gaat uiteindelijk naar de auto komen. Welkom op deze rit. Mijn naam is Edi. Ik ben vandaag onderweg naar Papendrecht. Een hele berg pul in mijn koffers. Ben dus onderweg naar Rex. En wat we gaan doen is mijn mobilifoon verwisselen. Oké, mobilifoon verwisselen. Ik had een Motorola erin. En er komt een Hytera voor in de plaats. Een Hytera MD785G. En hopelijk halen we ook de tik uit mijn geluid weg. Je mag tegenwoordig maar 100, hè? Dat is waar. Dat is nog steeds wel een dingetje waar ik aan moet wennen, zeg maar. Het is toen best lang sneller geweest. Nou was dit stukje sowieso 100. Maar gemiddeld genomen was de algemene snelheid toch verhoogd. En die is nu teruggebracht naar maximaal 100. De standaard maximum snelheid is teruggebracht naar 100 km per uur. Dus als er geen bord staat, is het 100 km per uur tegenwoordig in plaats van 130. Voor mij, het is even een kwestie van schakelen, maar ik heb er persoonlijk niet zo'n probleem mee. Ik reed toch gemiddeld zo'n beetje 110 op de teller. Als ik wat langere ritten moet rijden, zeg maar. Ik heb hem nu op 110 staan op de teller en dan is het GPS 104. Ik heb er nog nooit een bekeuring voor gekregen. In die zin ben ik daar dan ook niet zo bang voor. Nog een ander ding trouwens, wat op dit moment de wereld heel erg bezighoudt, is het coronavirus. Het is op dit moment donderdag 19 maart 2020. En er zijn, ik heb het woord pandemie nog nooit gehoord, althans niet, ik heb de mensen nog niet uit horen spreken, maar een pandemie is toch iets wat wereldwijd is, vraag ik. Dus ik denk dat we kunnen spreken over een pandemie. Maar goed, het is een best virus. Ik ben zelf heel voorzichtig. Waarom zit je dan nu op de weg? Er moeten nu helemaal wel dingen gebeuren. Dus ja, soms moet je van A naar B, zoals vandaag. Goed, coronavirus. Ik blijf het hier bijzonder vinden. Ook hoe wij duidelijk laten merken de wereld toch te bevuilen op een bepaalde manier. Ik las toevallig in Venetië dat het water zo enorm schoon was, nu er geen toeristen zijn. In China, de smog die weg is, althans vele maanden minder. Al dat soort dingen, als ik kijk hoe relatief rustig het nu op de weg is, ik blijf het bijzonder vinden, echt serieus. Ik blijf het bijzonder vinden hoe wij met de wereld omgaan. En ik ben niks beter dan iedereen die naar dit filmpje kijkt. Ik kijk net zo goed naar mezelf. We zijn met z'n allen zo gewend aan het gemak van de huidige wereld. Van de week zag ik ook een filmpje over de Griekse eilanden. Hoe erg de situatie daar is. Mensen die gewoon hout pakken, wat voor iemand anders is, en de dure wijngaard, om maar te overleven. Doen ze het om bewust te slopen? Nee. Doen ze het bewust om te stelen? Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk dat we als mensen wel een bepaald overlevingsinstinct hebben, wat op een gegeven moment inkikt en zegt van joehoe, het is me wel goed. Joehoe. Als die witte auto niet getrokken wordt, dan zit hij er heel dicht op. Het
Jongen, die zit echt op zijn telefoon, dat weet ik zeker. Ik vind het raar weer trouwens. Van de week was het zo mooi. Toen had ik helaas niet de gelegenheid om te gaan rijden. En nu is het echt gewoon niet. We zijn trouwens bezig om een vakantie te plannen deze zomer. Vakantie naar de Alpen, Pyreneeën, dat soort dingen. Ik zit wat filmpjes te kijken van passen en zo. Die andere motorrijders al gefilmd en gedaan hebben en gereden hebben. En we zijn zeker niet de eerste en we zullen ook niet de laatste zijn die daarheen gaan. Maar de voorpret die ik heb is echt heerlijk. Zo'n zin om daarheen te gaan. Sowieso hou ik van de bergen enorm. Zeker op plekjes daar waar de mensen niet heel veel zijn. Alle rust en vrijheid van de natuur. Dat is echt fijn. En dat bergen hebben we hier in Nederland niet. Een paar heuveltjes. Wel nog mooie stukken natuur. Daar ga ik op zich ook wel graag heen. Daar hou ik ook wel van. Die voorpret is echt fijn. Die is echt leuk. Die is echt lekker. Ik zat gelijk even te zwemelen en in gedachten verzonken. Ik zat gisteren naar een filmpje te kijken. Teapot One. Volgens mij is dat een Schotse vent. Een dikke baard heeft hij, de ex-politieagent. En die vroeg op een gegeven moment te vertellen dat hij op de motor zat. Was al een flinke rit. En hij zat op de motor en aan het vertellen. Ja. Het slot komt uit mijn neus. Het loopt. En ik denk dat hij zijn baard zei. Het kon niet helemaal goed verstaan. Sowieso met het accent. Ik bedoel, ik ben best goed in Engels, maar dat is dat platte Engels vanuit Londen. Dus eigenlijk het net Engels. En zo zijn mond in. En ja, het een full face helmet. En het regende flink. Ja, niet zo scherm als ik. Ja, dan is het ook best lastig om je neus even af te vegen, zeg maar. Ik zit redelijk windvrij, dus ik kan mijn vizier open doen. En niet als het zwaar regent trouwens, maar ik kan wel mijn vizier open doen. En net als nu eventjes mijn neus een beetje, slotvrij maken. Jammer, wat een heerlijk verhaal. Jongen. Maar goed. Mocht je Engels kunnen spreken en luisteren, vooral luisteren. Teapot One, Theodor, Eduard, Anton, Pieter, Oscar, Theodor, Teapot One en een Oscar, Nico, Eduard. Teapot One, Tango, Echo, Alpha, Papa, Oscar, Tango, Oscar, November, Echo. Ik weet de Nederlandse spelling bijna niet meer. Ik ben zo met gewend aan het NAVO of NATO alfabet. Dames en heren, ik hoop dat mijn camera gewoon ouderwets mijn geluid opneemt. Jullie zien een iets ander beeld van mij dan dat jullie gewend zijn. Ja, ik had van die hele mooie goede plakkers gekocht die niet plakken. Ja, geweldige plakkers, kan niet anders zeggen. Dus ja, nou zitten jullie even naar mij te kijken in plaats van ik andersom, zeg maar. Nou, heel interessant. Je kan ook zien dat het donker is. Schiet ook lekker op. Papa Delta 7. Echo Delta India is weer boven water. El, ben jij erbij? PD7 ELL. Papa Delta 7. Echo Delta India. Dit is Papa Delta 7. Dat is mooi. Aan mijn kant valt hij af en toe nog een beetje weg. Maar het is alsof je naast me zit. Of achter me zit. Rex, dankjewel man. Ik rij nu bovenop de flyover A16 A15. Ja, Roger, nu ontving ik hem goed omdat ik boven de flyover zat. El, ik hoop dat je het mee hebt gekregen. Als je een nieuw tabblad opent, APRS, en dan staat er een linkje als je die op enter drukt. Dan kun je rechtsbovenin zoeken en dan op mijn call even zoeken. Dan kun je zien waar ik zit. Nou ja, goed, zoals jullie kunnen horen, althans dat hoop ik dat jullie dat kunnen horen, dan zit ik dus op DMR, de Delta Mike Radio. Als jullie Tetra kennen, dat schijnt, het is niet hetzelfde, begrijp me niet verkeerd, maar dat schijnt een soort van hetzelfde te zijn. Een digitale techniek over een analoge band. Ja. De mensen die dat snappen, die snappen wat ik bedoel. Ik snap het zelf soms nog niet eens. Ik heb mijn certificaat, ik heb het gehaald. Met moeite. En dat is niet voor niks, met moeite. Het is echt... Het is echt pittig. Ik vind het echt pittig. Nou, zo hoor je dus het ontvangst. PD1DMR, PD7EDI. Ja, oké. Ik heb nog een korte weg. Ik heb een motor van bijna
inleveren. Nee. Ik was nog heel even mee begonnen. Ik moest even richting aangeven, maar het gaf ook werkelijk mijn verbazing weer waarschijnlijk. Jij moet nog even een motorblok gaan wisselen nu. PD7 EDI, PD7 vanuit Huizen. PD7 EDI, tunnel Sleidschendam, even geen bereik. PD7